Ja, ik vind haar lelijk. Oké. Wauw, de disrespect. Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. In Amerika is er een concept genaamd Pop the Balloon. Het concept is vrij simpel. Je geeft een rij mannen of een rij vrouwen allemaal een ballon. Vervolgens komt er iemand van het andere geslacht binnenlopen. En dan kunnen mensen met de ballon dus aangeven of ze geïnteresseerd zijn in diegene. Ben je geïnteresseerd? Laat je ballon heel. Ben je niet geïnteresseerd? Dan pop je hem. Maar ik kwam er dus achter dat er ook een Nederlands YouTuber is die dit concept in Nederland doet. Namelijk WeDap. Geen idee of ik dat goed uitsprak. Maar ja, ik zag een stukje voorbij komen op TikTok. Ik dacht, hey, dit ziet er wel leuk uit. Dus vandaag gaan we het gewoon checken. Ork zin en let's go! Ik ben benieuwd voor deze. Oeh. Ganga. Aina. Hou het alsjeblieft, please. Ja. Hey, volgens mij die guy wilde gewoon poppen, hè. Die guy wilde gewoon poppen. De slecht nieuws is, je hebt 3 guys over. Oké. Okay. Goed nieuws is, je hebt 3 guys over. Wauw. Hij spreekt facts. Ik ben Alicia, 21 jaar, kom uit Utrecht. Wat zoek ik in een man? Loyaliteit, goede communicatie. Iemand die goed een opbouw heeft. Bedoel je gewoon een goede bouw heeft? The fuck is opbouw? Waar val ik op? Brown skin, dark skin. Stikje, baardje, tattoos. Oeh. Niet dik, dun. Geen straatrat, toch? Nee. Gewoon net een man? Ja, gewoon die toekomst heeft. Die toekomst heeft. Ik hoor wel veel eisen, man. Ben benieuwd wat de boys hiervan vinden. Vertel, wat is je naam? Waarom heb je gepopt? Ja, Moreno. Ja, ik vind je gewoon niet aantrekkelijk. Oké, dat kan. Ja. Hetzelfde voor jou. Zo, oké. Ze vuurt wel gelijk terug. Maar ja, kijk op zich, hè. Stel je voor, je vindt degene die binnenkomt gewoon niet aantrekkelijk. Dat kan toch? Maar ik vraag mij dus wel af of zij dit alleen zegt, omdat hij dit zei. Dat was echt direct. I love it. Maar is er precies een reden? Nou, gewoon... Val je niet op dit soort type dames? Ja, ik val op blanke dames, maar ik vind haar gewoon niet aantrekkelijk. Het is gewoon... Ja, ik vind haar lelijk. Oké. Hey man, hey, die presentator moest gewoon laten. Toen hij zei, hey, ik vind haar niet aantrekkelijk. Oké, prima, we gaan door naar de volgende. Hij moest doorvragen, man. En kijk, het feit dat hij zei, ik vind haar niet aantrekkelijk. Oké, weet je, ik snap dat nog dat je dat zegt. Maar nu zei hij gewoon straight up, ik vind je lelijk. Check haar kop hier ook, jongen. Dankjewel, Marino. Hij hoorde dat, hij dacht, oké, we gaan door. Vertel, waarom heb jij wel gepopt? Ja, ik zoek iemand dat meer sportief is, gewoon. Dat is gewoon mijn type. Jij bent ook niet de mooiste met die pleister op je hoofd, lief schat. Ja, dat is mijn type gewoon, dus. Ja toch, is goed. Ik vond niet eens dat hij heel gemeen deed of zo. Hij zei gewoon, ik zoek een meer sportief iemand. Kan toch? Hé, hey, deze chick is wel echt op vuurings. Mooi, vertel waarom heb je wel gepopt. Ik heb het warm, man. Een beetje, ik heb het idee, een beetje een nonchalante uitstraling. Mm. En dat vind ik gewoon niet aantrekkelijk. En wat about jij? Ik hou wel van tattoos, ga niet voor je liegen. Maar ik heb een beetje het idee dat zij een beetje nonchalant is. Maar dat, en dat weet ik natuurlijk niet. Ja, ja, maar dat is mijn eerste indruk. Nee, zeker niet. Maar daar val ik al op af, zeg maar. Daar val ik al op af, zeg maar. Oké. Ja, dat is de enige reden waarom ik op. Ja, uitstraling. Een stukje uitstraling voor mij. Wat is eigenlijk je type dan? Wat zie je als ideale uitstraling? Qua uitstraling gewoon... Kijk, dit vind ik al minder, zeg maar. Wat is dit? Dat knietje, zeg maar. Zo. Maar ze mag niet lekker rechtop staan. Wat is dit nou weer? Eerst dacht ik nog van, oké, hij wil een punt. Hij is gewoon straight. En nu kan je niet eens met een gebogen knie staan. Oké, en ik wil niet gaan meedoen, hè. Maar toen hij naar beneden begon te wijzen van, yo, dit vind ik minder. Ik dacht, hij had het over haar buik, man. Ik dacht, oké, nu is het klaar. Nu begint de oorlog. Maar ik had het mis, Beetje dameshouding, vind ik mooi. Nou, beter dan hoe jij erbij staat. Want jij denkt volgens mij dat je heel wat bent met je zonnebril op en alles. Dankjewel. Dus je weet toch, ga niet zonder oordelen. Dus doe rustig. Ik mag toch gewoon mijn mening geven. Die andere guy zet gelijk zijn zonnebril af. Deze chick heeft volgens mij gewoon letterlijk zin om iedereen te vuren. Is gewoon hoe ik erover denk, toch? Of nu? Dat is een mening. Ik ben hier, hoor. Oké, nee. Zo'n mooie benen om te kijken, dus doe rustig als je Oké. Oké. Ja, dankjewel. Oké. Is wel heet. Is wel heet. Ik vind oprecht dat de meeste guys nog gewoon aardig blijven. Want even een terugblik. Wat heeft deze guy nou daadwerkelijk gezegd? Yo, ik vind het niet zo aantrekkelijk dat je knie zo staat. Vervolgens roos hij opeens zijn uiterlijk. Als ik in dat rijtje stond, ik zou hem niet eens durven af te wijzen. Ik zou keihard worden gevuurd. Ik zou gewoon zeggen, yo, ik ben gay. Ik ben gay. Daarom heb ik gepopt. Ik ben gay. Wacht even naar hem. Vertel me, waarom heb je wel gepopt?
Hij is ook bang. Hij is doodsbang geworden. Nee, nee. Ik keur het niet goed. Nee. Mag ik even stilte op set? Nee, serieus? Ik heb gepopt. En dat ze zo bloot aan heeft. Ze heeft gewoon... Ik hou niet van dames die hun schouders in dit laten zien. Snap ze mag je? Niet. Als ze gewoon een jasje eroverheen had, had ik die ballon laten leven. Bro, is warm hier. Ik heb een shirt aan. Ja, dan moet je maar even strijden in die hijaka, snap je? Oké. Gaat ze deze guy roosten? Want laten we eerlijk zijn, hij zei eigenlijk helemaal precies niks. Het is gewoon een voorkeur. Hij houdt dit niet van als dames zich een beetje bloot kleden. Ja, kan. Gaat ze hem roosten? Ja? Ja, man. Oh ja, ieder zijn ding. Oké. Wauw, niet verwacht. Ze heeft hem gewoon niet geroost. Ze accepteerde hem gewoon, oké. Damn, het was gewoon niet nodig om de gaykaart te poelen. Fuck. Oké. Jullie zijn wel anders vandaag. Oké, daar heeft hij ook wel gelijk in. Dit waren sowieso niet de redenen om die ballon te poppen. Maar goed, het is wel een goed excuus om haar niet boos op jou te laten worden. Hij heeft geleerd van de andere guys. Waarom heb je wel gepopt? Omdat ik haar wel ken. Ja. Oh, is een oude spinner. We gaan niet eens erop in. Kom maar naar hier. Nee, we gaan naar hem. Vertel Glenn, waarom heb jij niet gepopt? Weet je wat? Ze heeft een bepaalde attitude. Mm-hmm. Kattig. Nou, niet direct, maar ik zie dat er ergens een glimlach bij haar tevoorschijn komt. Lachen. Yeah. Nee, smooth. En dan zie ik, wat is je naam? Alicia. En dan zie ik een andere Alicia. Mm. Dus dan stel ik me de vraag van, wie is Alicia eigenlijk? Like, is het de persoon hoe je overkomt? Of heb je ook een andere kant? Hey, hij is smooth, hè? Hey, deze boy, hij is misschien de kleinste van allemaal, maar hij compenseert zwaar met zijn smoothheid. Ah, fuck, ik ben niet smooth. Stop mezelf. Ik ben toch benieuwd wat die glimlach dan kan doen. Met jou of überhaupt? Gewoon, wat het uitstraat voor mij. Ik bedoel, als je uiteindelijk in een relatie zit, dan is het toch wel van belang. Klopt. Snap je me? Dus dan ben ik toch wel benieuwd van, is dit Alicia of is er een kant waarvan ik zeg van, wauw. Ja, als je mij persoonlijk kent, ben ik sowieso heel anders. Maar hoe anders dan? Ik ben heel lief, heel zorgzaam. Ik zorg graag voor anderen. Mm-hmm. Ik ben bezig met mijn carrière, dat soort dingen. Mm-hmm. Wat doe je in het dagelijks leven? Kapperscursus. Kappercursus? Ja, kapperscursus. Okay. Daarbuitenom werk ik met oudere mensen. Zo, dus je bent heel zorgzaam. Ja. Dus je gaat mij wel kunnen verzorgen dat ik 80, 90 ben? Dat zou kunnen, ja. Oké. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat zij in de oudere zorg werkt. Oké. Maar hoe dan, als zij ook 80, 90 is, gaat ze voor jou zorgen als je 80, 90 bent? Gewoon een kleine berekening in mijn hoofd dat voor mij logisch lijkt. Kan gewoon, toch of niet? Als je met ouderen, je hebt de ervaring opgedaan, ik niet. Dus dan gaan we het overlaten aan de mensen die de ervaring hebben, toch? Precies. Ik zie al gewoon een oma van 90, zorg voor opa van 90, dus niet. Wat is je type? Qua uiterlijk? Lang. Oké. Shit! Ik zei net nog dat zijn smoothheid compenseerde voor zijn lengte. Oh nee! Nee. Dit gaan we even aankaarten. Maar dan moet je het vanaf het begin zeggen. Want dan zeg ik zulke mooie woorden. Dan kom je nu zeggen, je hoort van lange mannen. Is niet leuk. Ik hou gewoon van lange mannen. Maar als je goed oplet, zei ik gewoon lang in het begin al. Nee, ik heb het niet gehoord. Ik heb het ook niet gehoord. Ja. Ik heb het ook niet gehoord. Dat specifieker zijn. Want ik val niet op kleinere jongens dan mij, niet gemeen bedoeld. Wat zei je net? Dat ik niet op kleinere jongens dan mij val. Kleinere jongens? Nee, ja, er is een verschil tussen klein en kort. Ja, er is een groot verschil. Je komt net op mijn kind. Dat is niet echt mijn ding. Ik heb liever een man waarnaar ik boven kan. Ja, waarnaar je kijkt, hè? Mm-hmm. En daarna kijk je naar ook zo zuur naar ze, hè? Mm-hmm. Je hebt gelijk. Ja. Ik geef je volledig gelijk. Hey, ik vind het zielig, man. Hij was zo aardig. Hij is mijn favoriet tot nu toe, man. Vertel, waarom heb je het niet gepopt? Ik wil er nog meer kijken, toch? Meer kijken? Okay, dan gaan we wel kijken. Heb je vragen voor de? Een 360. Je kan niet met mijn billen werken? Kan je dat niet aan? Nee! Wauw! De disrespect! Hij vraagt om een 360, ze geeft hem de 360. Gelijk popt hij hem, wauw! Je bent kleine billetjes gewend? Meer als dat gewend. Oké, als jij het zegt. Dat is een snel over toch? Je bent gepopt. Door welke reden? Welke reden? Zoals ik zei, ik wilde meer zien, toch? En dat wilde je zien? En dat bevalt je niet? Nee, niet helemaal, man. Dus de reden waarom je hebt gepopt is omdat haar achterdeur niet groot genoeg voor je is? Yes. Oké. Apart. Wilde je niet even naar binnen kijken? Kijken wat ze binnengehaald heeft? Nou, hoeveel niet meer, hoor. Hij is ook niet een van de mooiste, dus je weet toch? Je wil gewoon naar de volgende persoon? Oké. Je bent wel, ik kom even met je praten.
mag ik even stilte daar? Je bent best wel vurig. Wat is de reden waarom je zo vurig? Ik kan vurig zijn. Ik laat niet over me heen lopen, man. Dat is het. Dus je vindt dat deze guys over je heen hebben gekeken? Kijk, hij is een shock. Nee, ze hebben gewoon te veel praatjes voor mij. Ik hou daar niet van. Nou, oké. Ik vind het goed dat je niet over jezelf heen laat lopen, weet je. Maar sommige van die boys liepen niet eens echt over je heen. Maar ja, misschien kom je in een bepaalde attitude of zo als je meerdere keren wordt geroost. I don't know. En vervolgens besluit je gewoon iedereen te roosten. Ik weet het niet. Maar ze komt best intimiderend over. Vertel, waarom heb je niet gepopt? Why didn't you pop your balloon? She feisty, I like it. You like some... Ben ik lang voor jou, of nee? Je bent lang genoeg. Type shit. Oké. Oké, dat is hoop. Oké. You have a question for her. Is hij wel je type? Ja, wat is je afkomst? Anti, Curaçao. Oké, I like. You like? Oké. Ik had niet verwacht, maar het lijkt de goede kant op te gaan. Zal er dan toch een match uitkomen? Oké. En it is big, so... Wat zei je? En it... En it is big, so... Hey, yo! Maar, ben je oké? Ja, ik ben oké. Ik ben rustig, Je bent... Vraag, ben je hier voor liefde? Ben je hier voor lust? Wat is je doel eigenlijk? Ik ben gewoon alles. Als je kan willen een relatie, kan dat. Als je friends with Benny's wil, kan dat. Hey. Als je kan dat. Respect. Type shit. Oké. Heb je vragen voor haar? Is that your style? Nee, ik heb ook nog andere stijlen. Ja? Yeah? Do you dress like full black? Baggy en shit. Ik doe zwart gewoon meestal. Dit. Ik hou van kakelbroeken. Mm-hmm. Draag ook leggings met oversized shirt, zulke dingetjes. Type shit, ja. Yeah. Zou je dat willen zien? Mm-hmm. Oké. Okay. Yeah. Dan kan je er misschien na de set een foto vragen, kijken als het wel iets voor jou is. Maar ik probeer jullie nu samen te binden, weet je. Ik ben Cupid, ik ben Weedab de Cupid. Kan ik haar Insta krijgen? Hé, hey, Rus! Zo! Deze guy wil graag, hè? Hij is gretig. Ik heb niks op Insta, maar ik gebruik meer Snapchat dan Insta. Snapchat? Zeg wel. Rus! Zet het weer in je zak, Je bent... Wow! Ik ben direct, bro. Ik ben gewoon direct. Beste. And they like it. Do you like what beter you beter dan eromheen draaien. Ja? Ja. Match? It's a match! Hey! No! Ik zeg je eerlijk, ik had echt geen match verwacht. Maar hey, applaus, applaus! You can do whatever you want with her in the back. I don't know. Neem haar en ga dan. Just get away. Like, neem je vrouw, ga weg, man. Ik moet een keer moet ik je uitleggen. Oké! Maar ja, dames en heren, dat was dan eigenlijk wel weer voor deze video met Alicia. Dat was een match, niet verwacht. Maar ik moet zeggen, ik vind het leuke content. Dit was trouwens maar één persoon, de volledige aflevering staat in de beschrijving. Maar ja, die duurt 1,5 uur. Ik kies gewoon de leukste uit. Maar laat trouwens weten als jullie dit gewoon vaker willen zien. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yep.